Hey, welkom bij een nieuwe video. In een wereld met meer dan 8 miljard mensen, waar iedereen zijn eigen unieke kenmerken en levensverhalen heeft, zijn we misschien geneigd te denken dat we alles wel hebben gezien. Maar sommige individuen overstijgen de normen en verwachtingen met levens die bijna onmogelijk lijken. Vandaag laten we je 20 mensen zien waarvan je niet gelooft dat ze bestaan. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Wat is de langste tijd dat je ooit hebt geslapen? Wat het ook is, een vrouw genaamd Jodie Robson overtreft jou gemakkelijk. Jodie komt uit de Engelse stad Birmingham en lijdt aan een ernstige slaapstoornis. Ze kan tot wel 11 dagen achter elkaar slapen. Dit heeft een aanzienlijke invloed op haar leven. Het beïnvloedt namelijk haar vermogen om te werken, te rijden en relaties te onderhouden. Slapen voor 11 dagen achter elkaar is namelijk niet normaal. Jodie heeft wat men kleine Levin-syndroom noemt, een zeldzame en slecht begrepen neurologische stoornis die vooral tieners en jongvolwassenen treft. De aandoening is zo zeldzaam dat er wereldwijd slechts ongeveer 1000 gevallen zijn gemeld sinds het voor het eerst werd beschreven in 1925. Mensen die dit hebben kunnen zo slaperig worden dat het dagen, weken of zelfs maanden kan aanhouden. Sommigen kunnen zelfs tot 20 uur per dag of meer slapen en worstelen om wakker te blijven, zelfs als ze uit bed zijn. Nummer 19. Op eenjarige leeftijd kreeg Alexandra Birch het Williams-syndroom, een zeldzame genetische aandoening die ongeveer 1 op de 10.000 mensen wereldwijd treft. De aandoening wordt veroorzaakt door een verwijdering van genetisch materiaal op chromosoom 7 en wordt gekenmerkt door fysieke en ontwikkelingsstoornissen. Het Williams-syndroom staat ook bekend als het altijd blij-syndroom. Een van de meest opvallende kenmerken is dat getroffen individuen vaak een zeer sociaal karakter hebben en een verhoogde waardering voor muziek vertonen. Alexandra belichaamt dit aspect omdat ze altijd vrolijk wordt genoemd en een positieve kijk op het leven heeft. Ze houdt van zingen, dansen en heeft een passie voor muziek. Als kind had ze echter moeite om vrienden te maken, wat leidde tot thuisonderwijs, maar ze heeft wel een sterke band met haar zus. Volgens haar oudere zus Victoria is Alexandra ook niet erg goed in het bewaren van geheimen. Ze is namelijk altijd eerlijk, houdt van knuffels en is gewoonweg een van de vriendelijkste personen die je kunt ontmoeten. Nummer 18. Craig Lewis was een man uit Texas die gediagnosticeerd werd met een zeldzame levensbedreigende hartaandoening. In 2011 maakte hij medische geschiedenis als de eerste persoon die een nieuw soort kunsthart ontving waarmee hij zonder hartslag kon leven. Het apparaat, bekend als de Continuum Flow Pomp, werkt door bloed door het lichaam te duwen en de pompfunctie van het hart overneemt. De pomp werd ontwikkeld door 2 doktoren van het Texas Heart Institute die ook de operatie uitvoerden om het bij Craig te implanteren. Het ongelofelijke is dat de operatie succesvol was en hij kon meerdere weken overleven zonder een functionerend hart. De ontwikkeling van de Continuum Flow Pomp en het gebruiken van bij Craig vertegenwoordigt een belangrijke doorbraak op het gebied van kunsthartechnologie. Ondanks dat het een relatief nieuwe methode is, belooft het een oplossing voor wie geen functionerend hart heeft of transplantatie kan krijgen. Kun je je voorstellen om te leven zonder een hart? Nummer 17. Trimethylaminurie is een zeldzame genetische aandoening die de afbraak van de verbinding TMA in het lichaam beïnvloedt. TMA komt voor in verschillende voedingsmiddelen zoals vis, eieren en bepaalde groenten en wordt ook natuurlijk geproduceerd door bacteriën in de darmen. Bij mensen met deze aandoening kunnen hun lichaam met TMA niet goed afbreken, waardoor het zich opbouwt en wordt vrijgegeven via hun zweet en adem. Dit kan leiden tot een sterke en onaangename geur die vaak wordt beschreven als visachtig of muf. In extreme gevallen kan het zelfs ruiken naar bedorven of rottende vis. De diagnose kan vanaf de geboorte worden gesteld, maar het kan pas opvallend worden als je in de puberteit bent. Alyssa Pursley uit New York is zo'n persoon die deze aandoening heeft. Hiermee leven kan zeer uitdagend zijn omdat de geur moeilijk te beheersen is en sociale stigmatisering en isolatie kan veroorzaken. Desondanks is Alyssa een voorvechter geworden voor mensen met deze aandoening. Ze heeft haar verhaal gedeeld, ze vergroot het bewustzijn over haar uitdagingen en heeft openlijk gesproken over haar ervaringen en effecten ervan. Nummer 16. Nguyen Van Chien is een 92-jarige man uit de zuidelijke Mekong Delta regio in Vietnam die zijn haar al 80 jaar niet heeft geknipt. Hij heeft dreadlocks van 5 meter lang omdat hij gelooft dat hij zal sterven als hij zijn haar knipt. Zijn geloof is Dua en hij vereert 9 machten en 7 goden. Vele mensen geloven dat hij de langste haren ter wereld heeft en dat hij in het Guinness World Record zou moeten staan.
Nguyen begon zijn haar te laten groeien toen hij in de derde klas zat en sindsdien heeft hij het niet meer geknipt. Hij durft zijn haar zelfs niet aan te raken en ook niet te borstelen. Hij neemt echter wel maatregelen om het schoon en droog te houden, maar uiteindelijk is hij van plan de wereld te verlaten zoals hij erin kwam, precies zoals hij werd geboren. Het hebben van zulk lang haar heeft meerdere ongemakken en uitdagingen, waaronder moeite met slapen, wassen en bewegen. Maar hij schrijft zijn haar toe dat het hem helpt om een goede gezondheid en een lang leven te behouden en zegt dat hij in zijn leven nog nooit een ernstige ziekte heeft gehad. Nummer 15. Amethyst Realm is een vrouw uit Bristol, Engeland die beweert verloofd te zijn met een geest. Ze kreeg wereldwijde aandacht in oktober 2018 na het verschijnen in verschillende interviews waarin ze haar relatie met een geest genaamd Ray besprak. Volgens de vrouw ontmoette ze Ray voor het eerst tijdens haar reis naar Australië, toen ze zijn aanwezigheid naast haar in een vliegtuig voelde. Later reisde ze terug naar Australië om contact met hem te maken en de twee begonnen een romantische relatie. De vrouw beweert in de loop der jaren ook seksuele ontmoetingen te hebben gehad met meer dan 20 verschillende geesten, maar ze zegt dat haar band met Ray dieper en betekenisvoller is dan met de andere geesten. Ze heeft haar relatie beschreven als vergelijkbaar met een menselijke relatie, met regelmatige communicatie en afspraakjes. Daarnaast heeft ze ook de wens uitgesproken om kinderen te krijgen met haar spookachtige verloofde, en ze zegt dat ze gelooft dat dit mogelijk is door middel van een vorm van energieoverdracht. Sinds ze met haar verhaal naar buiten is gekomen, heeft de vrouw veel nieuwsgierigheid en scepsis ondervonden van het publiek. Ze blijft echter toegewijd aan haar relatie met Ray en zegt dat ze zich gelukkiger en meer vervuld voelt dan ooit tevoren. Eind 2020 kondigde ze aan in een Britse ochtendtelevisieshow dat ze haar verloving met Ray had verbroken, zeggende dat hij maar blijft verdwijnen en dat ze nu van plan is zich te concentreren op haar carrière als spiritual counselor. Nummer 14. De aanbevolen hoeveelheid water die een persoon per dag moet drinken ligt ongeveer tussen de 1,5 en 3 liter. Maar voor een Duitse man genaamd Mark Wubbenhorst is dit echter 20 liter. Hij heeft een zeldzame medische aandoening die diabetes insipidus wordt genoemd, waardoor hij constant dorst heeft en vaak moet plassen. Als gevolg van deze aandoening moet hij elke dag minimaal 20 liter water drinken om ernstige uitdroging te voorkomen. Hij merkte voor het eerst een extreme dorst op toen hij in zijn late tienerjaren was en sindsdien drinkt hij grote hoeveelheden water. Soms drinkt hij wel 30 liter water per dag en waar hij ook heen gaat, hij heeft altijd een waterfles van 5 liter bij zich. Als hij ooit zou stoppen met het drinken van enorme hoeveelheden water, zou hij het niet langer dan een paar uur uithouden omdat zijn lichaam er begint uit te drogen. Zijn dorst verdwijnt ook niet na het drinken van een glas. Wanneer hij zijn dorst voor slechts een uur probeert te negeren, krijgt hij al symptomen van uitdroging, zoals duizeligheid, verwarring en droge lippen. Hoeveel water drink jij per dag? Laat het me weten in de reacties. Nummer 13. Jess is een 23-jarige vrouw uit Colorado, USA die bekend staat als een volwassen baby, wat betekent dat ze graag luiers draagt, uit flesjes drinkt en zich op andere kinderlijke manieren gedraagt. Ze was te zien in de televisieserie Extreme Love in 2019 die de wereld van alternatieve levensstijlen onderzocht. In haar tienerjaren ontdekte ze de volwassen babygemeenschap online en werd ze comfortabeler met zichzelf als een baby te gedragen. Ze zegt dat het dragen van luiers en teruggaan naar een babyachtige staat haar helpt om stress te vluchten en zich veiliger te voelen. Jess woont samen met haar vriend, de 25-jarige David, die haar levensstijl volledig ondersteunt en er zelfs aan deelneemt. Ze nemen de rollen van zorger en baby op zich in hun relatie, wat volgens Jess hen dichter bij elkaar heeft gebracht. Wanneer ze niet uit flesjes drinkt en luiers draagt, benadrukt Jess dat ze zelfstandig volwassene is. Ze heeft een fulltime baan, een YouTube-kanaal en beoefent hobby's zoals kunst en zingen. Nummer 12. Er is tegenwoordig weinig dat chirurgen niet kunnen, maar een volledige gezichtstransplantatie is relatief nieuw. Dallas Weens is de ontvanger van de eerste volledige gezichtstransplantatie in de Verenigde Staten die werd uitgevoerd in Boston in 2011. Dallas kwam in 2008 in contact met een hoogspanningsleiding terwijl hij een kerk in Texas schilderde. Dit liet hem zonder gezicht achter, inclusief zijn ogen, neus en lippen, en hij onderging tientallen operaties om de schade te herstellen. In maart 2011 onderging hij een baanbrekende operatie van 15 uur waarbij artsen zijn hele gezicht vervingen door dat van een anonieme donor. De procedure was een succes en Dallas herwon zijn vermogen om te ruiken, te proeven en normaal te ademen door zijn neus, evenals zijn vermogen om normaal te spreken en te eten.
Sinds zijn operatie heeft hij revalidatie en fysiotherapie ondergaan om zijn mobiliteit te verbeteren en te wennen aan zijn nieuwe gezicht. Nummer 11. Een leeftijdsverschil van 6 decennia tussen jou en je geloofde is een beetje ongebruikelijk. Maar wat zo bijzonder is aan de verloofde van Amanda Liberty is dat het een kroonluchter is. Amanda is een vrouw uit Leeds in het Verenigd Koninkrijk die in 2019 het nieuws haalde vanwege haar plannen om te trouwen met Lumière, een kroonluchter van 91 jaar oud. Ze identificeert zich als iemand die zich aangetrokken voelt tot levensloze objecten en romantische gevoelens voor hen heeft. Ze zegt dat ze in 2017 voor het eerst verliefd werd op kroonluchters tijdens het online browsen en toen ze Lumière zag was het liefde op het eerste gezicht. Amanda heeft openlijk gesproken over haar relatie waarbij ze het beschrijft als oprecht en liefdevol. Ze heeft $500 betaald voor de kroonluchter en hoopt er ooit mee te trouwen in een ceremonie. Amanda's echte naam is echter niet Amanda Liberty, maar Amanda Whittaker. Haar vorige relatie was namelijk met niemand minder dan het vrijheidsbeeld, vandaar de achternaamswijziging. Nummer 10. Toen Liam Derbyshire werd geboren, gaven artsen hem slechts enkele weken om te overleven. Hij werd geboren met een vloek en zijn aandoening heet het syndroom van Ondine. Deze aandoening is vernoemd naar de mythische waternimf Ondine die haar ontrouwe geliefde vervloekte zodat hij zou stoppen met ademen telkens wanneer hij in slaap viel. Maar dit mythische verhaal bestaat dus ook in het echte leven. De aandoening van Liam tast zijn autonome zenuwstelsel aan en beïnvloedt ook zijn ademhaling. Wereldwijd hebben slechts ongeveer 1000 mensen dit. Het bizarre aan deze aandoening is dat als hij slaapt, hij het niet zou overleven. Telkens als hij zijn ogen sluit, moeten zijn ouders hem aansluiten op een beademingsapparaat. Als baby's op de juiste manier worden gediagnosticeerd en de benodigde medische zorg kunnen ontvangen, dan kunnen ze misschien 20 of 30 jaar oud worden. Voor de ouders van Liam hebben ze het stap voor stap genomen, 15, 16, 18 en 21. Die 21ste verjaardag vereist een speciale viering inclusief een Lego-taart gedeeld met zijn 3 zussen Alexis, Francesca en Danielle en zijn broer Adam. Nummer 9. Er zitten meer dan 12 mensen gevangen in het hoofd van Lauren Stott en elk van hen houdt een dagboek bij. Lauren is een 23-jarige vrouw uit Acworth, Georgia die leidt aan een zeldzame aandoening die bekend staat als dissociatieve identiteitsstoornis of DIS. DIS wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 2 of meer verschillende persoonlijkheidsstaten of identiteiten, ook wel alter ego's genoemd. De aandoening van Lauren ontwikkelde zich naar verluid nadat ze als kind ernstig trauma had meegemaakt. Haar alter ego's hebben verschillende stemmen, maniertjes en zelfs geslachten en elk heeft zijn eigen voorkeuren, afkeuren en eigenaardigheden. Sommige van haar alter ego's zijn naar verluid kinderlijk en grillig, terwijl andere serieuzer en beschermend zijn. Leven met DIS kan uitdagend zijn omdat verschillende alter ego's conflicterende behoeften of verlangens kunnen hebben. Lauren heeft echte manieren gevonden om ermee om te gaan, zoals het bijhouden van een dagboek om de ervaring van elk alter ego vast te leggen en therapie. Het moeilijke aspect in haar leven is dat haar persoonlijkheden continu met elkaar aan het praten zijn. Deze persoonlijkheden omvatten een 7-jarige genaamd Sylvie. Anderen zijn een intellectueel persoon, een toegewijde mormoon en Hope, de persoonlijkheid die de meeste van haar tienerherinneringen vasthoudt. Het systeem van Lauren, zoals zij het noemt, omvat ook dierlijke persoonlijkheden. Dankzij therapie heeft ze geleerd haar aandoening te accepteren en de complexiteit en structuur van te erkennen en te begrijpen. Nummer 8. De Egyptische broers en zussen Mohammed en Houda Sinyata claimden onlangs 5 wereldrecords op het gebied van het menselijk lichaam. Dit broer en zus duo hebben een gecombineerde lengte van 4,14 meter lang. Dat is even lang als een dubbeldekkersbus uit Londen. Mohammed, die in de 30 is, heeft handen die groter zijn dan een dinerbord, waarmee hij de recordhouder is van de breedste handspanwijdte bij een levend persoon. Hij heeft ook de breedste armspanwijdte en hij behaalde dit record met een aandoening genaamd gigantisme, wat inhoudt dat er een overproductie van groeihormoon is. Houda daarentegen heeft de records voor de grootste voeten, grootste handen en het breedste armbereik bij een levende vrouw. Volgens nieuwsberichten ontwikkelden Mohammed en Houda beide de aandoening kort voor de puberteit. Nummer 7. Kurt Tuberdeau is een man uit New Orleans, Louisiana, die zegt dat hij een zeldzame en ernstige reactie ontwikkelde op een medicijn dat was voorgeschreven voor zijn acne. Kurt begon in 2016 met het innemen van het medicijn minocycline.
Daarna krijg je al snel een reeks bijwerkingen, waaronder haaruitval, huiduitslag en spijsverteringsproblemen. Zijn symptomen werden aanvankelijk beschouwd als normale bijwerkingen van het medicijn en Kurt bleef het innemen. Na verloop van tijd verergerde Kurt symptomen en kreeg hij te maken met huiddepigmentatie, een aandoening waarbij de huid zijn normale kleur verliest, waardoor de plekken met lichtere huid ontstaan. Uiteindelijk kreeg Kurt de diagnose van een zeldzame aandoening DRESS, wat gepaard gaat met een reeks symptomen zoals huiduitslag, koorts en schade aan interne organen. Het wordt veroorzaakt door een abnormale immuunreactie die wijdverspreide ontsteking in het lichaam kan veroorzaken. Kurt's huiddepigmentatie heeft grote plekken met witte huid achtergelaten en hij heeft ook last gehad van aanzienlijk haarverlies. Daarnaast heeft hij andere symptomen gemeld zoals vermoeidheid en gewrichtspijn die soms ermee geassocieerd worden. Kun je je voorstellen dat een medicijn je leven zoveel kan veranderen? Behoorlijk enge gedachte, nietwaar? Nummer 6. Een alienhandsyndroom klinkt behoorlijk angstaanjagend, maar het is niet zoals je zou verwachten. Karen Byrne is een vrouw uit County Louth in Ierland die lijdt aan een zeldzame neurologische aandoening die bekend staat als het Alien Hand Syndroom of AHS. AHS is een aandoening die van invloed is op het vermogen van de hersenen om bewegingen te controleren, wat resulteert in onvrijwillige bewegingen en acties van een van de handen of armen. Dit ontwikkelde zich bij Karen als gevolg van een hersenbloeding die ze in 2009 had. Daarna begon Karen vreemde en ongecontroleerbare bewegingen van haar linkerhand te ervaren die ze beschreef als bezeten. Dit zorgde bij haar voor dat haar linkerhand onvrijwillig ongepaste en soms gevaarlijke acties uitvoert. Zo kan haar hand naar objecten grijpen of mensen aanraken zonder haar toestemming. Karen heeft gemeld dat ze het gevoel heeft dat haar hand een eigen wil heeft en ze heeft het vergeleken met het hebben van een ondeugend kind. Volgens de vrouw kan dit soms verontrustend en isolerend zijn en ze heeft gemeld zich beschaamd en geïrriteerd te voelen door de acties van haar hand. Nummer 5. De Apatami-stam is een unieke etnische groep die de Sierra-vallei bewoont in de Indiase staat Arunachal Pradesh. De Apatani-mensen staan bekend om hun kenmerkende gezichtstatoeages en ingewikkelde neuspluggen, evenals hun unieke gebruiken en tradities. Een van de meest opvallende kenmerken zijn de vrouwen van de stam. Ze ontvingen op een traditionele wijze deze tatoeages die werden geloofd om hen minder aantrekkelijk te maken voor buitenstaanders en hen zo te beschermen tegen andere stammen of krachten. De neuspluggen waren ook een traditionele vorm van versiering en werden beschouwd als een teken van schoonheid en status. Alles aan de Apatani-stam is uniek, tot hun beroepen en taal. De Apatani-mensen zijn voornamelijk landbouwers en hebben een uniek systeem van landbouw ontwikkeld waarbij ze meerdere gewassen op één veld verbouwen. Deze methode staat bekend als intercropping en stelt hen in staat om optimaal gebruik te maken van beperkt bebouwbaar land. Ze maken ook gebruik van verschillende traditionele technieken zoals natte rijsteelt, terraslandbouw en irrigatie. Ze hebben ook hun eigen aparte taal die deel uitmaakt van de Tibeto-Birmaanse taalfamilie. De Apatani-stam heeft ook rijk cultureel erfgoed met veel traditionele verhalen, liederen en dansen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Nummer 4. Martina Baker is een tiener die lijdt aan een zeldzame medische aandoening die bekend staat als MCAS, waardoor ze ernstig allergisch is voor bijna alles. Als gevolg hiervan moet Martina voortdurend waakzaam zijn over waar ze mee in contact komt en ze draagt altijd een EpiPen bij zich voor het geval van een noodgeval. Martina's allergieën beperken zich niet alleen tot voedsel of zwevende deeltjes, maar omvatten ook geuren, chemicaliën en zelfs natuurlijke geuren zoals dennenbomen. Haar allergieën zijn zo ernstig dat het ademhalingsproblemen kan veroorzaken en dat ze het bewustzijn kan verliezen. Ze kan dus niet naar een reguliere school gaan en in plaats daarvan volgt ze online lessen. Martina kan ook niet naar openbare plaatsen zoals bioscopen of pretparken gaan en moet zelfs voorzichtig zijn wanneer ze naar de supermarkt gaat. Ondanks deze uitdagingen heeft ze een manier gevonden om een relatief normaal leven te leiden, mede dankzij haar hulphond, een golden retriever genaamd Kaoru. Kaoru is getraind om allergenen in Martina's omgeving te detecteren en zal haar waarschuwen door tegen haar been te tikken als er enig risico wordt waargenomen. Nummer 3. Paul Lawrence, beter bekend als de Enigma, is een artiest die bekend staat om zijn excentrieke en unieke stijl. Een van de meest opvallende kenmerken van zijn uiterlijk is de getatoeëerde pussel op zijn lichaam die het grootste deel van zijn lichaam bedekt.
De tatoeages zijn ontworpen om op puzzelstukjes te lijken, waarbij elk stukje een andere kleur en vorm vertegenwoordigt. Voor Paul is het niet alleen een ontwerp, maar ook een metafoor voor zijn overtuiging dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, zoals de stukjes van een puzzel. Paul begon zichzelf te tatoeëren toen hij in de 20 was en heeft de afgelopen jaren steeds meer puzzelstukjes toegevoegd. Als artiest staat Paul bekend om zijn bizarre en boeiende acts. Hij gebruikt zijn lichaamskunst vaak in zijn optredens, waarbij hij de puzzel op creatieve en onverwachte manieren in zijn acts verwerkt. Zijn acts omvatten vaak stunts in circusstijl, trucs en muziek. Hij heeft over de hele wereld opgetreden, waaronder optredens in tv-shows zoals Ripley's Believe It or Not en The X-Files. Nummer 2. Kim Ramsey is een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk die lijdt aan een zeldzame medische aandoening, PGAD, waardoor ze oncontroleerbare orgasmes ervaart, soms wel 100 keer per dag. Haar aandoening wordt niet getriggerd door gedachten of activiteit, maar eerder door alledaagse activiteiten zoals autorijden, sporten of zelfs huishoudelijk werk. PGAD is een zeldzaam en slecht begrepen aandoening die voornamelijk vrouwen treft. Het wordt gekenmerkt door aanhoudende gevoelens en opwinding die niet gepaard gaan met verlangen. De aandoening kan zeer verontrustend zijn en kan een aanzienlijke invloed hebben op iemands kwaliteit van leven. Dit komt omdat de aanhoudende sensaties dagelijkse activiteiten kunnen verstoren en het moeilijk kunnen maken om zich te concentreren of deel te nemen aan sociale interacties. Voor Kim is het leven met PGAD een voortdurende strijd geweest. Naast het fysieke ongemak en de schaamte die ze ervaart, heeft ze ook depressie en angst omdat ze zich voelt als een monster of buitenaards wezen. Ze heeft ook ingrijpende veranderingen in haar levensstijl moeten aanbrengen, zoals stoppen met werken en bepaalde activiteiten vermijden om de frequentie ervan te minimaliseren. Nummer 1. Alsof de tandarts nog niet eng genoeg was. Karen Butler is een vrouw uit Oregon die eind 2009 wakker werd na een tandheelkundige ingreep en begon te praten met een Brits accent. Dit was erg vreemd, want ze had nog nooit eerder het Verenigd Koninkrijk bezocht en niemand uit haar familie of vrienden is Brits. De wetenschappelijke naam voor haar geval is het buitenlandse accentsyndroom, of FAS. FAS is een zeldzame neurologische aandoening die ervoor zorgt dat iemands spraak wordt veranderd, zodat het klinkt alsof ze praten met een accent uit een ander land. De aandoening treedt meestal op naar een hersenletsel of een ander type trauma en wordt verondersteld te worden veroorzaakt door beschadiging van de delen van de hersenen die de spraakproductie regelen. Hoewel de aandoening zeldzaam is, zijn er wereldwijd meer dan 100 gevallen gedocumenteerd. De gebeurtenis voor Karen was extreem en abrupt, want toen ze wakker werd, was haar accent zo dik dat het leek alsof ze uit Transylvanië kwam. De zwelling van de tandheelkundige ingreep ging uiteindelijk weg, maar het accent verdween niet en ze bleef het Britse accent behouden. Wat maakt jou uniek? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.